Ik vertel jullie onze geschiedenis van ons dorp. Ik vertel jullie over Tebs. Steden en dorpen worden meestal gesticht omdat de grond dat goed is. Bij ons, op Tebs, begon het met een verdwaalde koei. Een koppige koei. En Lien, een boerentrien, haar koei achterna. Tebsy. En de volgende dag begint hem te bouwen aan een hut, recht op een bergske grond, dat net ietsjes boller staat dan de rest. Lijkt met een buik.